Dus ja, ik zal even naar een buialarm kijken. Kijken wat die te vertellen heeft. Ja, allemaal heuveltjes. Tussendoor ook heerlijk, maar ook zalig gewoon naar kerstfilms te kijken. Dat is echt mijn ding. En ja, ik heb gewoon genoten. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag eerste kerstdag, 25 december, en we leven alweer reeds om 14:47. Ik weet, het is weer al bij tijd, maar ja, dat heet je, hè, wanneer het kerstavond ook laat wordt. Maar het maakt niet uit, ik moet nog naar buiten met de meisjes. Het begint nog net ook te regenen, waar ik al helemaal niet op zat te wachten. Vind ik niet leuk, want ik heb glitter in mijn haar, et cetera. Dus je doet 1, 2, 3 niet een capuchon op. Nee. Dus ja, ik zal even naar een buialarm kijken. Kijken wat die te vertellen heeft. Ja, allemaal heuveltjes. Niet lekker dus. Het zijn wel kleine heuveltjes, maar toch. Niet fijn. Maar oké, dan doe ik het gewoon een beetje overnieuw. Desnoods, ja. En ik doe even een langere jas, denk ik, aan. Ik weet het nog niet. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 9 graden. 9 graden. Oké, geen gevoelstemperatuur, niks. Nou, het maakt verder niet uit. Wat doet hij nou weer raar? Dat heb ik niet gezegd. Zo, want die moet ik zo meteen hebben. Dus ja, een hele fijne, liefdevolle eerste kerstdag natuurlijk gewenkt, voordat ik dat vergeet. En ik ga straks ook genieten. Ik doe straks lekker de televisie aan en tussen de bedrijven door. Zal ik een vlog in elkaar moeten zetten, anders komen we er niet. En ik ga kerstfilms kijken. Ja, want dat is vannacht ook. Je kon gewoon blijven zitten hier, hoor, want de ene film naar de andere film kwam. Ja, nou, ik denk ook, ik ga nou eens een keer naar mijn bed toe, weet je. Dat, maar in ieder geval, ik vond het wel fijn, ik heb genoten. Dus ja, en dan zit je in je eentje alleen nog met de meisjes erbij, want ik kan of die ligt toch 9 van de 10 keer op bed te slapen. Dus die is er 9 van de 10 keer er niet bij. Nee, ja, af en toe komt die eens beneden en dan wil die op schoot. Nou, dan doe ik even een deken omheen en dan mag die op schoot. En voor de rest, ja, bekijk het maar. Dus ja, dan is meneer boven. Maar oké, lieve vrienden, voordat we straks wel grote plensbuien gaan krijgen, ga ik er vandoor. Dus ik zeg, geniet van alles met wat jullie gaan doen, maar geniet ook zeker weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn alweer op een nieuwe dag aangekomen. Ik heb eerste kerstdag, vandaag eigenlijk dus nog, voor mij, één keer gefilmd. Ja, en voor de rest ben ik druk bezig geweest om een vlog in elkaar te krijgen. En dat is ook wel gelukt, maar ik zat tussendoor ook heerlijk, maar ook zalig gewoon naar kerstfilms te kijken. Dat is echt mijn ding. En ja, ik heb gewoon genoten en het is nou eigenlijk alweer tweede kerstdag. Maar het is nog midden in de nacht, een heleboel mensen slapen al. Want het is al even reeds 2:50. Ja, want het is ook nu voor ons tijd om te gaan sluiten. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht.